Afgelopen weekend verzamelden verschillende afdelingen van de katholieke landelijke jeugdbeweging in Linkhout. Dat had alles te maken met een groot sportevenement dat plaatsvond op zondagmiddag 23 augustus. In verschillende KLJ-sporten namen de aanwezige afdelingen het tegen elkaar op. Wij organiseren dit jaar, dit weekend, het landjuweel. Dit is iets wat om de twee jaar wordt georganiseerd. En dat is, eigenlijk zijn dat onze nationale kampioenschappen van de KLJ-sportwerking. Alle KLJ's over Oost-België komen allemaal te samen om zo verschillende dingen te doen. Pimpelen, vendelen en piramides. Ja. En touwtrekken. En dansen. Het sportfeest zien leden en leiding niet als een activiteit, maar een echte uitdaging. Deze meisjes uit Sint-Niklaas proberen elke week aan sport te doen voor het evenement. Hoeveel keer repeteer je dan voor het optreden? 3 keer per week en dan is het zondag sportfeest. En dat is dan zo 2 uurtjes of zo ongeveer. En dan is dat gewoon wat amuseren met elkaar. Het is trouwens het ideale moment om je afdeling te promoten. En vlaggen mogen dan zeker niet ontbreken. En die vlaggen, is dat een symbool voor jullie jeugdbeweging? Ja, toch wel, ja. Want elke KLJ heeft zijn eigen symbolische vlag. Dus daar staat uw KLJ mee, ja. En waarom wil je landje wil winnen? Gewoon omdat ik dan het beste ben van heel België. Dat is eigenlijk de reden om het landje wil te winnen. De organisatie is positief, want de jongeren van de jeugdbeweging doen actief aan sport. Ik denk dat het alleen maar positief kan zijn, omdat je dan een hele goede competitiegeest in het team hebt. En je gaat meer samen trainen, dus je hebt een betere binding, denk ik. Dus ik denk dat het alleen maar positief is voor de afdelingen.